We hebben het al een tijd geleden aangekondigd. We zijn met GameKings al 20 jaar bezig om voor jullie allerlei game content te maken. Dat betekent dat je al heel lang tegen een groot aantal gezichten hebt moeten aankijken. Gezichten die met de jaren ouder worden en misschien wat minder haar krijgen. Dat maakt allemaal niet uit. En dus gaven we ook aan dat we zeker wel op zoek waren naar wat nieuw, vers bloed. Omdat het gewoon leuk is en omdat natuurlijk ook allerlei presentatoren inmiddels banen erbij hebben. En dan zijn ze niet allemaal altijd meer bereikbaar. Nou goed, Yui is eigenlijk al een beetje onderdeel van de GameKings family. En vandaag gaan we nog iemand presenteren die jullie de komende tijd ook voorbij zullen gaan zien komen. En dat is niemand minder. En ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die haar zullen kijken. Shanna. Hallo. Daar ben je dan gewoon. moet ik nou Shanna zeggen of Shanna Nina? Mag allebei. Gewoon Shanna. Shanna, ja. Inderdaad. Hoe zijn wij? Want dat is natuurlijk. Mensen vragen het altijd. Ja, maar hoe komen jullie er dan bij? Want whatever. Wij kennen Shanna al vrij lang van haar eigen Twitch-kanaal. Jij hebt heel lang gestreamd. Games, maar ook heel veel muziek maak jij. Aparte leuke streams die ook ons opvielen. Jij hebt toen ook een tijd geleden aangegeven dat je het leuk zou vinden om iets met GameKings te doen. Omdat jij dat ook vanuit jouw jeugd kent. Alleen, je was gewoon heel druk bezig met je eigen Twitch-carrière. Klopt. Elke dag streamen. Ik was er echt volledig in. 8 jaar lang. Fulltime. Fulltime. Fulltime streamen. Ja. En dat was een beetje een bottleneck. Omdat wij eigenlijk ook... we hebben je presentatoren ook regelmatig nodig. Wilde gewoon mijn exclusieve aandacht. Exclusieve aandacht wilden wij inderdaad hebben. En sinds een aantal maanden kregen wij... zag ik op social media dat jij gestopt was met Twitch. Je hebt een andere baan. Een gewone baan nu. Ja. En daarmee dus ook tijd om daarnaast wat te doen. En toen dachten wij, oké, 1 en 1 is 2. Laten we gewoon eens kijken of het leuk is als jij wat dingen bij GameKings gaat doen. Vandaar dat je hier nu zit. En dit item is eigenlijk een beetje, want dat is ook iets wat veel mensen aangeven. Het is leuk om even dan ook te leren kennen waar je vandaan komt, wat je doet, wat je passie is. En natuurlijk welke games je vet vindt. Vandaar deze, ken je deze nog. Waarom ben jij begonnen ooit met streamen? Waarom? Ja. Ja, per ongeluk. Per ongeluk. Is het je muziek geweest? Nee, of is het, dat mocht toen helemaal zelfs niet. Serieus? Ja. Ik was, dat denk ik 2013. Ja. Zo, toen was League of Legends seizoen 1 net een beetje was begonnen. En al mijn vrienden speelden League. Maar op een gegeven moment ben ik door mentale gezondheid dingen gestopt met mijn opleiding. Okay. En toen zat ik dus steeds te gamen terwijl iedereen op school zat en had ik niemand meer om mee te spelen. Ja. En toen ben ik gaan streamen gewoon om teammates te vinden. Okay. En dat was, je bent begonnen als een League streamster. Ja, maar dat was toen ook op Twitch echt het grootste. Naast World of Warcraft was het volgens mij het grootste ding. Ja. Het was echt League, World of Warcraft en StarCraft 2. Ja. Dat was toen heel veel. En toen dacht ik ga het wel gewoon streamen. Kijken of het werkt. En met 240p webcam en headsetje van de Mediamarkt. Van de oortjes het niet deden, maar de mic wel. Dus die had ik dan om mijn nek. Ja, ja. Met het microfoon zo. Dat was echt heel knudden. Maar op een gegeven moment kwamen er 1, 2, 3 mensen kijken. En ging ik het elke dag doen, omdat ik toch niks te doen had. Ja. En toen ging het per ongeluk heel goed. Heel goed, ja. Een half jaar later was ik partner. Wat toen echt nog wel een ding was. Ja, maar want... Er zijn inmiddels in Nederland natuurlijk gewoon een aantal hele goede vrouwelijke streams. Ook veel meer, gelukkig. Ja. Dat groeit heel snel. Nou ja, goed, als je de DSA hebt gezien. Pukske, Mattia, Ben Billy kwijt, Saar, Fems. Noem ze allemaal op. Jij bent wel een van de eerste, volgens mij. Ja, het was in het begin was het eigenlijk alleen ik en Nysera. Nysera, ja. We zijn ja. een beetje rond dezelfde tijd begonnen. Ook allebei League of Legends en Dota. Ja, ja. Ja. En toen kwam volgens mij Mattia erbij en Sios. Ja. En toen was het een beetje dat clubje. En toen breidde het zichzelf steeds meer uit. En toen werd Twitch op een gegeven moment gekocht door Amazon. En toen ging het opeens heel exponentieel omhoog. Ja. Maar het begin was wel echt heel lief eigenlijk. En heel schattig. Dat we, jij streamt ook. En dan had je nog, kun je elkaar nog DM's sturen in een soort mailbox op Twitch. Zo ja. kan nu ook. Maar het was toen een soort Outlook. En, ja. Ja, toen stuurden we elkaar dingetjes van, heeft hij ook bij jou gedoneerd? Is dat wel echt? Weet je wel. En het was echt heel lief. Ja. En eerste fase. 20 mensen bij Twitch toen of zo. Oké.
Het is echt het begin. Daar kennen we je ook van. Want wij met GameKings hebben volgens mij nog de voorloper van Twitch. En daar ben ik altijd de naam van kwijt. Justin TV. Daar hebben wij toen volgens mij ook een van de eerste... Heb ik ook nog opgezeten. ...dingen wat mee gedaan. Daarna zijn we er een tijdje weer af geweest. Dit is wel grappig om te zien. Omdat je hebt een aantal... Zeker in het begin was je echt... Je was echt groot. Ja, was jij nou ook Engelstalig? Ik deed toen alles in het Engels. Ja. En muziek kwam eigenlijk veel later pas. Omdat elke keer als ik dood was in League of Legends, ging ik liedjes zingen. Okay. En want dat mocht niet. Je mocht niet. In de terms of service stond dat je 90% gameplay moest hebben van je stream. Okay. 90% van je stream moest gaming content zijn. En anders kon je gereport worden voor die gaming content. Dus ik dacht, doe ik tussendoor af en toe een liedje. En dat werkte heel goed. En mensen gingen doneren voor liedjes en weet ik het. Toen ben ik stiekem muziek gaan streamen eigenlijk. Ja. Steeds zo weggestopt onder de categorie League of Legends. Mm-hmm. Toen op een gegeven moment kwam er creative. Okay. En toen kon het wel. Ja. En toen ben ik dat gaan uitbreiden. Want eigenlijk, als je dan je streams van de laatste jaar kijkt... speelde je veel minder games. Wel nog steeds games. En dan met name de indie games waar jouw hart een beetje ligt. Ja, zeker. Maar je was heel veel bezig met muziek maken. Het maken van liedjes. Ook wat meer creatieve... Ja, knutselachtige dingen. Ja, heel erg. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een Loopstation gekocht. En daar ben ik toen mee aan de gang gegaan. Maar tijdens echt die eerste lockdown tijd ben ik gaan leren hoe Ableton werkt. En hoe je dus met software digitaal muziek maakt in plaats van echt in het IRL met instrumenten, zeg maar. Ja, ja. En dat is wel een heel toffe nieuwe stap voor mij. En dat ben ik ook gaan streamen toen. Ja. Omdat het nu dus kan. Ja. En ik was ook een beetje klaar met... altijd League of Legends en zo. En daar word ik ook gewoon boos van op een gegeven moment. Ja, nee, ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, kijk, het heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Hè. Vroeger was het echt de game, daar zocht je op. League of Legends, nou, dan ga je kijken wie... Oh ja, leuk, een vrouw die het speelt. Nou, dan ga ik dat checken. En tegenwoordig check je echt van... ik vind hem tof of ik vind haar tof. En dan ga je kijken, wat doet ze vandaag? Wat is hij aan het doen? En dan de ene keer is de game, en de andere keer is whatever. Ja. Het Twitch-landschap is helemaal veranderd. Jij had op een gegeven moment zoiets van... ja, ik kan niet helemaal mijn ei meer hier kwijt. En dat geef ik ook toe. Dat heb je ook vaak gezegd van... je bent er gewoon 7 dagen per week mee bezig. Ja, en als je pauze neemt, ben je de lul. Ja, maar ook dat heb ik nooit gesnapt. Maar mensen weten toch van... oké, nou, dan is er een weekje niet. Dan kijk ik weer... Nee? Nee. Ja, als jouw Nederland 3 het een week niet doet, ga je ook zappen, toch? Ja, maar dan kom ik wel weer terug als het weer terug is. Ja, of werkt dat zo niet? Je moet wel zelf aan denken dat je weer terug moet komen. Ja, oké. Het is meer... Ik heb het altijd zo ervaren. Als je een week vrij neemt, kost het toch weer een maand om in te halen. Dat is ongeveer de verhouding, zeg maar. Dus als je 2 weken, kost het 2 maanden. Ja. Goed. Ik krijg een spontane burn-out van als ik moet denken. Kijk, precies, dat heb ik ook gehad. Ik heb een jaar niet gestreamd en toen dacht ik, ik ga het anders aanpakken. Want je bent afhankelijk financieel van hoe leuk mensen jou vinden. En dat doet iets met je wat niet helemaal klopt, denk ik. Nee, dat zijn wij natuurlijk ook. Alleen, ik geef het toe hoor. Wie weet dat je dat nu een beetje gaat ervaren. Het verschil zit hem gewoon in, als ik een week vakantie wil, dan heb ik nog... 8 andere gasten die het overnemen. Ja. Ik bedoel, het is niet zoals dat ze zeggen van... als JJ er niet is, dan fuck GameKings. Dan hoef ik ook niet meer te kijken. Nou, je kijkt GameKings, je vindt het leuk als er mensen zijn. En soms hebben mensen van, ik wil Steven weer een keer zien... of ik wil die weer een keer zien. Mm-hmm. Maar je kunt het van elkaar overnemen. Je zit hier 1/2 uur, 3 kwartier te lullen... en dan doe je straks nog een keer een item... en dan kan je weer in huis. Dan heb jij en zo doen we dat met elkaar, zodat het... Je bent gewoon... Niet om 6 uur thuis, maar je bent gewoon 6 uur thuis en meer klaar, weet je wel. Je hoeft niet elke dag te denken, fuck, je moet weer gaan presteren. Of je nou goed of slecht voelt. Je gaat ook naar je werk. Dat is een verschil. Je gaat niet van je bed naar je bureau. En die scheidingslijn van werken en niet werken is heel vaag als je thuis streamt. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen, ja. En het wordt ook steeds extremer van subatons en nog langer. En eerst was het 24 uur en... Ja. Ze hebben het hier ook wel eens een keer voorgesteld. Ik zei, laten we 24 uur gaan streamen. Ik denk, gast, weet je wel. Dat is leuk voor een keer. Ik heb het ook 4-5 keer gedaan. En, het lijkt me helemaal niet leuk. Ja, het is leuk voor de kijkers. En daarna maar kijken ze echt 24 uur of zitten ze, zetten ze het aan? Sommige mensen wel. Die vinden dat kicken. Die willen meedoen. Okay. En dan de truc is ook om eigenlijk geen energy drinken, dat soort dingen te drinken. Ik heb het gedaan puur thee en water. En gewoon mental strength. Yeah. En jezelf niet uitputten. En dan aan het einde ging ik hele enge spellen spelen, zodat ik wakker bleef. Ja. En dat was eigenlijk de truc. Maar dat is alleen voor goede doelen en zo geweest toen. Ja, dat kan ook wel. Maar vandaag, het lijkt wel op een gegeven moment een beetje de standaard te worden. Ja, dat ze van de gekkigheid weten. Overtreffen. Ja. Dat zie je ook. Dat YouTube-landschap doet dat al heel lang. Anders doe je er niet meer toe. Hè. Het is die van, je moet maar zorgen dat je je subs binnenkrijgt. Ja. Anders heb je gewoon
je geld niet binnen. Maar goed, anyway, ja, dat is voorbij. Positieve dingen. We gaan nu gewoon in ieder geval eens een keer wat items met jou doen. Dus de komende tijd zie je haar voorbij komen. En ik heb wel van Yui geleerd, althans dat item, dat mensen dat wel konden waarderen. Want je zit hier op basis van de games waar je van houdt. Misschien ook een stuk nerd stuff. Je hebt een Spider-Man shirt aan. Dat soort dingen. Ik heb dit van een 12-jarig jongetje gekocht op Koningendag. Kijk, nou hier. niet afgepakt, neem ik aan. Nee, dit is mijn aesthetic. Ik ben gewoon gekleed als een 12-jarig jongetje. Ah, oké. Okay. Precies. Maar wat we natuurlijk allemaal even willen weten is, net als bij elke GameKings, is de gamer in jou. En dus heb ik jou weer gevraagd om een aantal titels mee te nemen. In ieder geval, daar hebben we de b-roll van klaar. Maar ik begin eigenlijk altijd van, wanneer begon gaming voor jou? Bij Yui was dat geloof ik op zijn derde of zijn vierde, omdat zijn vader gamer was. Hoe zit dat bij jou? Ja, het is een beetje een verschil tussen, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, want ik denk dat ik 6 of 7 was. Oké, okay, ja. Misschien 5. Ik hoef niet de datum te weten. Nee, ook niet. Nee. Het is, ik denk wel 6 of 7. Het is wel vrij laat geweest vergeleken met meerdere mensen van mijn leeftijd, zeg okay. maar. Omdat mijn ouders altijd zoiets hadden van, ga maar lekker buiten spelen. Ja, we wonen heel goed. Bij het duin en het bos en weet ik het. Dus ik weet alle plantjes en vogeltjes en dingetjes, maar het gamen kwam eigenlijk pas toen ik 7 of 8. En wat was je eerste systeem? Mac. De Mac. Mijn vader was grafisch vormgever. Aha. Dus we hadden thuis alleen Mac. En dat was ook de reden dat er veel later pas games waren. Want die waren er gewoon niet voor Mac. Nee. En was het dan zo van, als je pa dan even niet aan het werk was, dan hup, ging je achter de Mac en dan start je? Nee, we mochten maar een uurtje per dag. Een uurtje per dag, oké. Okay. En dan alleen in het weekend. Ik ben twee uur? Ja, nee. Later werd dat wel soepeler hoor. Maar in het begin mochten we eigenlijk alleen al met papa erbij. Ja. Of dan een uurtje per dag. En wat speelden jullie? Nou, in de eerste ding was Myst. Myst? Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, meteen erin. Ik ben helemaal voor Myst. Dat is ook een van mijn favoriete games. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik heb natuurlijk mijn eerste 2 jaar van mijn werkende leven heb ik voor Homesoft gewerkt. Dat is een bedrijf wat eigenlijk alle games in Nederland deed. En ik dacht dat ik mee heb geholpen aan de vertaling van Myst. Samen met Jan Meijroos in ieder geval. Maar we kunnen wat beelden zien van Myst. Ik vond, het geluid alleen al zo, dus zo aankwam in zo'n boek. Maar elke keer als ik het zie, ik zweer het je man, het zag er anders uit vroeger. Nee, het was vroeger het mooiste spel ooit. Ja, dat bedoel ik. Want dit ziet er toch niet uit? Jawel, maar nu heb je een soort sausje van nostalgie. Dit is niet het eerste eiland, volgens mij. Nee, het zou, ja. Dit is de trailer. Ik vind het altijd, maar dat was toen ook de meest verkochte game ooit. Ja, nee. Myst was mega populair. Het, wat je had op dat moment, kon je pixelachtige shit spelen. Ja, dit, of dit. Precies. En dat er dan mensen gegreenscreened, acteurs zeg maar, in de game. Dit is in het begin, heb je die boot en dan kan je onder de trappetje heb je dit. Mm-hmm. Maar hij was 6-7. Deze game was Engels. We hebben hem uitgespeeld ook. Ja. Hoe kan je in hemelsnaam deze game uitspelen? Of hielp je pa mee? Goed. Ja, nee, oké, dat was het. Ik ben pro-gamer. Ja. Nee, we hadden een walkthrough. Ja, en die had mijn vader uitgeprint op zijn werk. Maar die was in het Engels. Oké. Okay. En mijn broertje en ik konden helemaal geen Engels nog. Nou ja, een paar woordjes. Maar die walkthrough konden we niet doorheen komen. Oké. Okay. Dus dan wilde mijn vader het alleen vertalen. Als we het echt niet meer. En dan moesten we echt meerdere zaterdagen moesten we vastzitten. En dan wilde die de walkthrough wel vertalen. Jezus. Ja. Dan had ik al lang die Mac door de ruit geflikkerd. Ja, maar we hadden ook echt ruzie wie er achter een muis mocht. En, ja, maar dit was te gek. En het ziet er nu eigenlijk niet meer uit. Maar ze hebben nu wel een nieuwe VR-versie uitgebracht. Ja. En het is voor mij wel, ik heb geen VR, maar nu wil ik wel heel graag een VR. Oké. Okay. Gewoon, ik denk dat ik ga huilen. Hmm. Als ik daar kan lopen, zeg maar in een VR-wereld. Ja. Als ik daar kan lopen, denk ik dat ik echt, ik ga er alleen maar voor kotsen, maar helaas. Ik vind VR, ik word er misselijk van. Ik kan er niet tegen. En laatst was ook Resident Evil, dat doe ik ook niet met VR. Nee, dat is eng toch? Ik denk dat het te veel imprint geeft. Ja, ik ben al bang met spellen die niet gemaakt zijn voor horror. Ja, dan zit je er te veel in inderdaad. Maar het is bizar dat we hebben het er heel vaak over. Laatst ook met GTA Trilogy, dat je dat dan zit te spelen. Dat je denkt, vond ik dit nou echt vet? Kijk hoe vet men daarachter in dat ruimte wat je net zag, was mijn lievelingspuzzel. Maar in mijn verbeelding was het fotorealistisch. Ja, dit was het mooiste wat ik ooit had gezien. Maar het is helemaal niet fotorealistisch. Nee, bizar. Maar als je 7 bent. Ja. En voor die tijd ook trouwens. Want voor die tijd was dit wel heel vet. Ja, zeker.
Maar ja. Dus ja, inderdaad, het is grappig om te zien. Wanneer als je was nu... het? 1993? Ja, dat zou best kunnen, inderdaad, ja. Nou, ik was natuurlijk dan al wel wat ouder. Dus dat in mijn studententijd, misschien al zelfs daar voorbij. Nee, ja, ik was aan het werk inderdaad, dus dat ik dat zag. Maar is dit iets wat je nu nog zou kunnen spelen? Ja. Of denk je van, nee, ik hou liever vast aan die herinneringen? Dat is bij ons het hele tijd. Soms heb ik het iets van dingen die vroeger heel belangrijk voor je waren en mythisch. Dat als je die nu gaat spelen met alles wat je deze tijd kan spelen. De mechanismes die anders zijn, de graphics die veel mooier zijn. Misschien moet je het niet meer doen. Misschien moet je het gewoon laten zoals het is in je... Ja, een deel, ja? Denk ik. Ik heb het ook wel weer eens geprobeerd, die Real Mist versie die ze nu hebben. Ja. En ik merkte wel dat ik minder geduld heb nu. Oké, ja. Dus, ja. Want ik ben zo gewend aan wat games nu en ook tv, ja, en dingen. Ja, ja. Dat is allemaal quick. Ja, je moet snel schakelen en snel reageren. En dit is zo traag. Eigenlijk. Ja, je deed niet zoveel klikken en dan gewoon. Ging je nadenken 10 minuten en dan ging je weer precies. Een klik doen. Dat ik op een gegeven moment na een puzzel, na 15 minuten, 20 minuten dacht, ja... Ja. Gaan we opzoeken hoe het moet. Want ja. Grappig, dus ik ben hè? Eigenlijk veel luier geworden in voor een beloning willen werken, zeg maar. Dat is eigenlijk het takeaway van dat nu spelen. Maar het is nog steeds gedoopt in een sausje nostalgie, wat gewoon niet weggaat natuurlijk. Ja, zijn games makkelijker geworden? Ja. Ja dat heb ik ook. Ja, ik denk als je kijkt naar Aladdin op de Super Nintendo of de NES, ja. Was dat nog. Dat was niet te doen. Nee. Nu nog niet. Nee. Dat is wel jammer. Dus het is minder uitdagend geworden. Ben je dan ook iemand die bijvoorbeeld de genres of de brands die dat nog wel doen, zoals de Dark Souls series, is dat iets wat je dan, omdat het zo fucking moeilijk is, of platformers die heel moeilijk zijn? Ja, want ik wil me goed voelen. Okay. Weet je wel, ik wil me een goede gamer voelen. En dan ga je dat soort dingen doen en kijken bijvoorbeeld Cuphead. Vind ik vet leuk. Ja? Want ik voel me dan alsof te moeilijk ik iets voor kan. Zeg maar. Okay, ja. Uitgespeeld op expert. Dat, serieus? Ja joh. Wow. Dat is echt een achievement. Dat zet ik op mijn cv. Ja. Dan mag je meepraten. Ja. Ja. Nee, ja, ik heb daar nog geen... Ik frustreer me zo. Ja, ik vind Dark Souls dan... Ja, kijk, bijvoorbeeld, sommige dingen zijn echt moeilijk gemaakt om het moeilijk zijn. En dat vind ik dan wel weer jammer. Maar sommige dingen zijn zo goed gedaan, terwijl ze ook lastig zijn, ja. Dat je wel door wil blijven spelen door een verhaal of door dat de graphics heel vet zijn of weet je wel, dat soort dingen. Bij Cuphead is de artstyle natuurlijk gek. Zeker. Ja, nou ja, goed. Pas op wat je zegt natuurlijk. Hè. Skate, daar kom niet aan Skate zijn kindje met From Software natuurlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind het wel cool dat een 90% van de industrie is zich gaan richten op de mainstream game. Wat ik ook wel begrijp, want gamen moet voor iedereen zijn, maar daarmee hebben ze games wel steeds makkelijker gemaakt. Ook misschien wel groter en groter, terwijl ik hou toch nog steeds van een game met een A en een B en dan is die af. Ja, ik ook. Maar het nadeel van, dan heb ik toch wel respect voor zo'n partij die zegt, oké, het maakt mij niet uit dat ik er dan maar 3 miljoen of 4 miljoen verkoop, maar ik ga mijn game gewoon niet makkelijker. Maar er komt ook geen makkelijkere mode in. Dat hebben ze altijd bij From Software, fuck it. Je kan het of je kan het niet. Ja. Je houdt er wel van. Ja, dat vind ik te gek. Ja. Okay. Niet met alles, maar wel vooral als het gaat om puzzeldingen of dat soort dingen. Er is laatst een paar jaar terug heb ik een spel gespeeld, dat heet Quorn. Yeah. En dat leek heel erg op Myst. Daarom heb ik het ook gekocht. Yeah. En dat was een moderner spel, alleen dat gaf me wel dat gevoel van ergens gewoon dagen op vastzitten. Mm-hmm. Zonder dat het frustrerend werd, weet je wel. Je hebt wel het idee dat je elke keer een millimetertje dichterbij komt, maar toch moet je heel hard werken en dat vind ik te gek. Ja, ja. Oké. Een andere game die jij genoemd hebt is The Journeyman Project 3 Legacy of Time. Zeg maar helemaal niks. Is mijn lievelingsspel ooit. Lievelingsspel ooit. En ook puur door de nostalgie, maar kijk even. Dit is bijna mist. Het was ook... het was net zo mooi toen. Mm-hmm, ja. Als in dit was. En Myst had niet zozeer een heel erg herkenbaar verhaal voor mij als kind. Yeah. Oh, en wow. Dit was veel duidelijker. Kijk, je had ook van die acteurs die dan erin. Ja, dat was ook een stijltje op een gegeven moment. Ja. We hebben dat ook nog een keer gedaan met Obduction. Yeah. Myst, makers, hoe heet het? Cyan Games. Ja, dit is te gek. Dan ben je bent dus een space explorer. Yeah. Zeg maar, je kan tijd reizen. Yeah. En de wereld is vergaan. En dan moet jij gaan uitzoeken waarom. Aha. En je hebt dus, je kan nu net niet zien, maar hier. Precies hier. Ja. Met een robotje.
en die helpt jou. Okay. Arthur heet hij. Ja, dan vraag ik gewoon. Kijk, dan haalden ze de pip even. Kijk, oh, dat is Arthur. Arthur, kijk hoe leuk die is. En ja, die is leuk. Die heeft zo'n lampje boven zijn hoofd en dan kan je dan op klikken als je een hint wil. Maar hij is super sassy. Dus hij maakt de hele tijd kutgrapjes en dan maak je belachelijk. En het is super leuk. En je kan dus gedaantes aannemen van mensen. Dus iedereen die je tegenkomt, kan je gedaante van stelen. Okay. En dan heb je een morphsuit aan, zeg maar. En dan kan je dus als deze guy aanbellen bij de priester. Is dit een Egyptenaar of is dit een spaceman? Volgens mij ben je hier bij de Azteken. De Azteken, oké. Okay. Ja. Want je gaat dus langs Lost Civilizations om uit te vinden waarom ze verloren zijn. Ja. En waarom wij nu dus de pineut zijn. Je gaat ook naar Atlantis. Het is echt heel erg mythisch, zeg maar. Maar dan kan je dus puzzels oplossen. Zo van, oh, als ik nou als poortwachter naar die tempel ga, dan laten ze me misschien wel binnen. Terwijl als ik als jongetje naar die tempel ga, niet. En dan kan je daar weer een steen halen die je daar weer moet gebruiken. Het is bijna interactieve software. Het is een overgang, een mix tussen game en interactieve software. Omdat het inderdaad point en click. En je klikte eigenlijk dan dit filmpje aan. En dat moest je dan kijken en dan kon je weer verder gaan. Ja, dit is deel 3. En de andere eerste twee heb ik ook niet gespeeld, maar die waren ook echt met tekst. Okay. Dat je echt nog text moest adventures. Typen. Ja. Nou, dit is het begin. Bizar, ja. En je landt hier en dan als je kan dus, je kan tijdreizen bij... Oké, het is niet open wereld. Nee, je kan... Je kan links of rechts. Precies. Je dacht van, ik ga die duinen op. Sorry. Je gaat ook op een gegeven moment naar de Himalaya's en... weet ik het allemaal. Je gaat naar een of andere tempel in Nepal en dan ontmoet je Genghis Khan en weet ik het al, die daar op doorreis is. En dan moet je boeddha's. Ik heb hier echt geleerd over boeddhisme en over... Ja, ik heb zoveel geleerd van dit spel. Okay. En dit was gek. Elke zaterdagmiddag. Mijn broertje kwam van voetbal en ik kwam van paardrijden. En dan mochten we dit doen. Een uur? Een uur, allebei een uur. En dan was het afgelopen, ja. Ja, dat was te gek. Okay. Ja, ik wil dit echt... Elke paar jaar speel ik het weer. Oké. Okay. Dat is ook bizar, al, weet ik de puzzels nu een soort van, maar elke keer vergeet je toch net een beetje hoe het precies zat. Ja. Dit is zo cool. Dan moet je die hot air balloon, daar moet je dan werkend krijgen. En dan moet je eerst een vuursteen fixen bij een of andere guy, maar die wil hem niet aan je geven. Omdat hij van zijn zoon is. En dan moet je eerst die zoon vinden. En dan moet je zijn gedaante aannemen om die steen te halen. En het zit zo goed in elkaar. Ik word helemaal... Nostalgie. Ik word helemaal nerdy van. Ja, precies. Ik ben benieuwd. We hebben 1998 natuurlijk een oudere community ook. Dus heel veel mensen herkennen dit. Dus ik hoop het. Ik heb thuis nog de cd's. De cd-roms. Het zijn echt 4. Ja. Als je bij een ander deel kwam, moest je een nieuwe cd erin doen. En, zeker. Dat was te gek. Ja. Gaan we nu naar je volgende game. Wat was de eerste... Kijk, de Mac van je pa en 7 jaar. Oké, dan kan je nog niet echt een baantje nemen. Wanneer heb je voor het eerst een eigen... Laten we beginnen met een game gekocht. Ja, laat. Laat. Want mijn ouders waren helemaal niet van gamen. Dus je kreeg dat bij Sinterklaas kreeg geen game? Nee. Achteraf gezien... vind ik het eigenlijk helemaal niet zo erg. Nee. Want ik ben wel blij dat ik met natuur ben opgegroeid en buiten. Maar de eerste console die wij... of de eerste keer dat we echt ons eigen ding kregen... was een PlayStation 2. Okay. Dat was wel echt laat. Grappig. Bij Yui volgens mij ook PlayStation 2. Ja, toen werd mijn broertje werd geopereerd aan zijn oor. En toen mochten we een PlayStation 2. Want hij moest 6 weken moest hij thuis blijven. En toen kregen we een PlayStation 2 met Donald Duck Quack Attack. Okay. Want mijn broertje was fan van Donald Duck. Ja. Ja. Dat was de eerste. Ja, je bent natuurlijk ook een beetje... Even kijken, Huey is net 30 geworden en jij zit er net iets onder. Ja. Je zijn natuurlijk een beetje van dezelfde generatie. Dat zijn heel veel games. Komen we nu tegen Crash Bandicoot Trilogy. Ja, dat is denk ik. Volgens mij had hij die namelijk ook. Ja, vooral eigenlijk... Ja, 1 was sowieso heel vet. Ja. Met die levels met... Ik weet nog heel goed die levels met die indianen. En dan dat je op die... schildpadden moest springen en dan moest je toren en dan moest je draaien voor de platforms en dan viel je 20 miljoen keer naar beneden. Ja. Dat level weet ik nog heel goed. En ik was doodsbang voor die boulder levels, dat je voor zo'n boulder uit moest rennen. Ja. Dan zat mijn hart gewoon in mijn keel. Ik ben er heel bang voor. Ik weet niet waarom, nog steeds. Maar is dit dan, want dat vraag ik me altijd af. Kijk, sinds we bij GameKings werken, krijg je natuurlijk gewoon een shitload aan games. Eigenlijk kun je alles spelen wat je wil. En dan ga je echt dus op zoek naar wat je echt heel vet vindt. Vaak als je jong bent,
Ja, je hebt maar je hebt gespaard voor een game. Ja. Je weet vaak ook niet wat de beste game is. Dan koop je het vaak ook. Yui vond het bijvoorbeeld gewoon. Ja, hij vond het een leuk character of zoiets. En dan ga je het spelen. En dan maakt het niet uit of het goed of slecht is. Het wordt gewoon je favoriete game. Ja. Omdat dat de game is die je hebt. En dat is nu nog zo, omdat je dus die nostalgie erbij hebt natuurlijk. Ja. Speel je dan ook, want Crash Bandicoot is laatst weer opnieuw uitgekomen. Ja. Heb ik ook gespeeld. Maar heb je daar nog iets mee? Of zeg je van, ja wel? Nog steeds wel. Maar ik ben ook heel erg fan van dit soort gameplay. De platformers. Platformers zijn ook heel lineair. Vind ik heel fijn. Dat ik gewoon ga van A naar B. En dan ben je daar en dan krijg je C. Zeg maar, ik vind het heel fijn als ik niet te veel keuzestress heb in mijn gameervaring. Ja. Dus wat dat betreft is dit wel nog steeds wel het type game wat ik heel erg tof vind. Dit was mijn lievelingslevel trouwens van Warped. Oh, wat een leuk tijgertje. Ja, en je mocht dat meisje, hoe heet ze ook weer? Ik zou het niet weten. Het is precies wat Lola. Lola, oké. Okay. Ja. Weet ik het. Maar dit was te gek en dan kon je ook weer hem opnieuw doen als je eigen tijd, die time challenges en zo. Het is natuurlijk wel allemaal, want ik zie ook naar jou luisteren en ik zei exact hetzelfde tegen Yui. Het is natuurlijk allemaal gejat van Mario. Nee. Waar? Nee. Dit niet toch? Nou, dat weet ik niet. De appels in plaats van muntjes. Maar ik bedoel, ik zie geen Mario. Kijk, als jij van platformer houdt, dan denk je van ja, dan moet je ook. Ongetwijfeld heb je het wel gespeeld. Maar dat komt natuurlijk omdat je had gewoon één console. Je had er niet zes. Ik heb nooit Mario gespeeld als kind. Je hebt nooit Mario gespeeld. Maar heb je het later wel gespeeld? Nou, dat is heel grappig, want wij gingen dan. Want onze Mac had ook geen floppy drive. Mm-hmm. Maar mijn opa had wel een floppy drive. En dan gingen we naar de bazaar in Beverwijk. Ja. Een soort zwarte markt. Kom er elke week om een eten te halen. En dan gingen we daar floppies kopen. Ja dat kon. Oh, daar zaten ze al. En dan hadden we Charlie the Duck. Ja. Dat was letterlijk Mario, maar dan gewoon met een eend. Dat is tegenwoordig trouwens niet meer zo. Hè? Bedoel, vroeger was dat was Sodom en Gomorra. Je kon alle gekopieerde shit kopen. Ja. Echt kramen vol. Ja, moet je thuis maar eens opzoeken, Charlie the Duck. Het is letterlijk gewoon Super Mario, maar dan met een eend. En je kon in plaats van in tunnels kon je in vijvertjes duiken. En de rest was precies hetzelfde, maar ik had geen idee dat Mario bestond. Ja, precies. Voor maar heb je inmiddels heb je wel eens Mario? Ja, natuurlijk heb je wel Mario gespeeld. Of niet? Mario Kart? Ja, precies. Maar nog steeds? Je hebt dus niks met Nintendo? Of weinig. Grappig is dat. Ja, iedereen haat mij altijd dat ik Zelda nog nooit gespeeld heb. Nou ja, maar dat is niet dat hebben ze mij ook altijd gehad. Ik heb het geprobeerd uiteindelijk. Ik vond het tof. Maar ja, ik niet. Nee. Ja, dat kan. Mag. Ja. Ik ben ook geen Nintendo fan. Maar het is wel grappig om te zien. Omdat je natuurlijk wel de purist zal zeggen. Oké, want je hebt nog een aantal games. Er zit ook wat platform tussen. Jammer. Nintendo is wel echt koning platform. Dat is ook waarschijnlijk waar. Ja. Maar de ervaring die ik heb is niet dat ik... ik denk dat Nintendo iets is waar veel mensen zich uit nostalgie ook nog steeds mee bezighouden. Want wat voor... Ja, misschien ga ik nu iets zeggen waardoor iedereen me gaat haten. Maar wat voor hele goede nieuwe dingen... Oh, dat is gevaarlijk. Nee, dat is heel gevaarlijk. Ja, Nintendo, maar we noemen het altijd Nintendo Jihad. Hè? Die zijn het heel spijt veel. Me. En ik ga mezelf hier niet populair mee maken. Maar ik heb... Ja, misschien heb ik het ook gewoon niet gezien. Maar je moet altijd zeggen. Je mag alles zeggen. Ja, ik heb een Switch gekocht. Ja. En ik heb toen ook Zelda erbij gekocht. Ja. Breath of the Wild. Ja, heb ik gespeeld. Ik heb denk ik een uur gespeeld. Moet je wel iets langer doorspelen. Het wordt dan wel... Ja, dat zegt iedereen. Ja, het begint wat... Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik bedoel, ik ben ook geen... Het is gewoon keuzestress. Ik moet gewoon niet zelf kunnen beslissen wat ik ga doen in mijn dag in een game, zeg maar. Ja. Gewoon, je moet hierheen en dan moet je een zakje geld halen van iemand en dan moet je dat daarheen brengen. Nee, dat ben ik met je eens. En ik snap ook wat je bedoelt van Nintendo is niet het meest innovatief. De games die ze nu maken zijn nog altijd de games die ze bij wijze van spreken 10 jaar geleden ook maakten. Met nieuw, zeg maar. Maar ze maken natuurlijk wel alles wat ze maken en dat moet ik ze wel nageven. Het is altijd goed. Ja. En bij heel veel andere partijen, ik bedoel, laten we eerlijk wezen, Crash Bandicoot is ook een aantal keer aardig verkracht in de latere games. En dat doet Nintendo, heeft die kwaliteit zo hoog in het vaandel staan. Daar ben ik wel mee eens. Ja. Dat doen ze gewoon heel erg goed. Ik hou ook niet van de stijl. Ik noem het altijd een beetje kiddie. Mijn belevingswereld past er niet helemaal bij. Maar ik ben het wel leren waarderen. En ja,
bij Zelda heb je, misschien moet je iets langer door spelen, maar ik heb ik hou ook wel van als ik een beetje aan de hand genomen, want diegene die maakt toch iets, dus ik wil meemaken wat hij maakt. Ja. Is het een beetje hetzelfde van als ik een plaat koop, het zou wat wezen als die man zegt van nou oké, hier heb je al instrumenten en mix het maar en dan is het jouw song. Nee, ik wil zijn song horen en dat vind ik goed of dat vind ik slecht. Ik hoef het niet zelf uit te vinden. Precies. Ja, dat heb ik ook. Maar dat is een keuze. We gaan naar iets Frans toe. Voordat iedereen boos op mij wordt. Ah, de aflevering meteen. Ja, meteen heel over haat. Rayman. 1 en vooral 2 heb jij aangegeven. Ja. Van Ubisoft natuurlijk inmiddels. Ja. Ook een platformer. Ja. PlayStation 2, denk ik. Ja. Nou, volgens mij was 1 nog. PlayStation 1. Oké. Waarom vond je dit leuk? Ja, dat was gewoon... Want je kunt natuurlijk onmiddellijk, gaan ze nu allemaal weer roepen, ja, maar dit is ook net Mario. Ja, het is ook Mario. Ja, het is het ook zo. Ja, precies. Maar het is net waar je mee bent opgegroeid, toch? Ja. Dit is voor mij gewoon nostalgie. En het was ook een van de eerste platformers waar ik echt heel veel uren in heb gestopt. Ja. Volg je dit nog steeds? Rayman of... Nee. Rayman en de Raving Rabbits en dat soort shit. Raving Rabbits heb ik ook gespeeld, maar dat was meer voor de muziek. Ja. En dat vond ik toen wel heel vet. Maar dit was echt een van... Ja, dit was denk ik wel de eerste side-scrolling platformer waar ik echt heel veel uur in heb zitten. Het was ook best wel moeilijk. Ja. Heb je ooit Ori gespeeld? Ja. Waanzinnig. 100.000 keer. Oké. En de hele soundtrack gewoon op mijn Spotify. Ja, Ori is... die heb ik er bijna ingezet, maar ja, ik moest een keuze maken. Ja, nee, oké. Maar dan snap ik inderdaad. Ja. Vooral Ori 1 trouwens. Will of the Wisps vond ik... Is minder mijn ding. Meer Hollow Knight-achtige kant op aan het gaan. Ja. Ik hoorde, tenminste last vandaag, dat ze nu iets totaal anders gaan doen. Een RPG gaan ze maken. Vind ik wel jammer. Want jammer. Ik vond hun werelden vind ik dan heel erg mooi. Is dat dan ook, want de laatste tijd speel jij veel indie games. Heeft dat dan ook te maken dat de genre die jij tof vindt, namelijk ook bijvoorbeeld dat platformen, daar wordt dat nog gemaakt? Ja. Waarschijnlijk ook omdat het gewoon fucking duur en moeilijk is om een open wereld game te maken. En dat voor indies het behapbaarder is om een platformer te maken. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb... het is allebei natuurlijk time consuming om te maken. Ja. Ik ben een beetje afgeleid door Rayman nu. Ja. Ik heb hier echt ook weken vastgezeten op een level met tonnetjes. En dat je dan op een machine moest gooien met pleisters en weet ik het allemaal. Maar goed, ja, ik denk dat... er zit een soort van liefde in indie games die je kan merken. Mm-hmm. En dat mis ik soms een beetje bij AAA dingen. Zeker. En dat is ook heel begrijpelijk, want op een gegeven moment word je ook te groot om dat nog te kunnen waarborgen, denk ik. Er werken gewoon 500-600 mensen aan een titel. Precies. Ja, en als het een groepje is van 5-6, dan is het die passie, die merk je denk ik wel als speler. Ja. En inderdaad, veel van die skill side-scrolling platformers dat soort dingetjes zijn inderdaad vaak indie games. Dus dan moet ik het daar ook een beetje zoeken voor mijn eigen nieuwe input. En waar ga je dan vooral op af? Ga je vooral af op gameplay, dus uitdaging en skill of stijl? Allebei. Vormgeving, allebei. Ja, het is wel... ik vond bijvoorbeeld, als je kijkt naar een game zoals Limbo, mm-hmm. vind ik de stijl heel vet. Ja. Maar qua gameplay vind ik het niet zo. En volgens mij, laatst had ik hem volgens mij in een van de kortste games. Dat je kon hem echt in 3 uur uitspelen. Ja, precies. Zo. Terwijl sommige games vind ik dan weer... Ik ben niet zo'n heel erg fan van pixel art bijvoorbeeld. Nee. Maar dingen als Celeste vond ik wel heel vet omdat het zo moeilijk is. En omdat die hele stijl klopt gewoon. Ja. Dus het is heel moeilijk om te zeggen waar ik dan precies voor ga. Maar het is echt wel een combinatie van de... En waar zoek je games? Dat speel je op de PC neem ik aan, op Steam. Ja, op Steam. Meestal als er sale is, ga ik scrollen. En dan, of aangeraden dingen. Of soms krijg ik mailtjes met keys of kijkers die wat aanraden. Van, dit vind jij echt vet. Of weet je wel, dat soort dingen. Het komt altijd wel op een manier binnen. Ja, want dat vind ik altijd jammer. Als je dan toch over het influencer-landschap hebt. Het streaming-landschap in Nederland. Er is, onze Kevin. Kevin van Wonder, ik weet niet of je die kent. Ja. Dat is volgens mij een van de weinige streamers die echt veel... indie games en ik noem het altijd een beetje aparte games streamt. Het is van het is ook moeilijk. Wij doen het ook te weinig hoor. Wat dat betreft, daar ben ik ook heel eerlijk in, omdat we ook zoveel ruimte hebben. Maar ja, goed, kijk, de meeste streamers zijn natuurlijk bezig om zoveel mogelijk kijkers te hebben. Dus ga je natuurlijk wat meer mensen. Het werkt niet voor je stad. Het werkt gewoon niet. Dus check jij daarvoor dan buitenlandse streams? Ik
moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen paar jaar weinig streams heb gekeken zelf. Okay. Omdat ik er natuurlijk al zoveel mee bezig was in, ja. In mijn eigen tijd. Dat ik dacht, dan ga ik ook niet nog eens in mijn vrije tijd op de bank nog meer bezig zijn met Twitch. Nee. Maar ja, het is wel als ik ergens een game zie dat ik denk van, oh, hey, misschien vind ik dit wel vet. Dan zet ik ook meteen die stream uit. Okay. Dan denk ik, dan wil ik het zelf doen. Ja, precies, kijken. Ja. Ja, nee. Maar ik denk dat indie games streamen wel... Je moet eigenlijk ergens anders groot van worden. Mm-hmm. En dan switchen naar indie games. Want anders... Ja, ja, binnen Nederland is het wel heel moeilijk hoor. Dus als je internationaal Engelstalig bent en heel veel indie games... Wie weet kun je dan nog wel een following opvolgen. Ja, maar goed. Er zijn een paar niche games waar dan weer heel veel kijkers op afkomen. Ja. Binding of Isaac was er een van. Ik weet niet of dat nog kwalificeert als indie game. Ja... Ja, het indie is niet indie meer. Je hebt nu echt indie en dan heb je ook nog weer triple indie. En van Stardew Valley, waar gewoon wat door één guy is gemaakt. Ja. Daar kwamen ook heel veel mensen op af, omdat ze specifiek die game wilden zien. Mm-hmm. Dus sommige gamers hebben wel hun eigen fanbase die dan op jouw stream terechtkomt. Maar als je dan de volgende dag een ander spel speelt, dan zijn ze ook weer weg. Ja, dus het is heel lastig om met indie games ergens te komen op Twitch. Ja, ik snap hem. Ja. Ratchet Gladiator, is dat van Ratchet & Clank? Was van Ratchet & Clank. Ah. Dat is... ik heb de rest ook gespeeld. Ja. Maar dit spel specifiek was de eerste keer dat wij online speelden met onze PlayStation 2. En dan had je zo'n ding dat je er aan de achterkant op moest maken. Okay, ja. En met een katkabel erin. En dan kon je tegen andere mensen. En hadden mijn broertje en ik... Dit was echt gek. We waren zo goed dat mensen... Op een gegeven moment kreeg je een soort skill ranking in een lobby. Ja. En dan konden mensen zien hoe goed je was. En dan gingen mensen gewoon uit de lobby als wij joinden. En oké, maar hadden jullie allebei een PlayStation 2? Nee, dit was om en om. Of je, om en om, ja. Ja, om en om. Dan hadden gewoon één naam hadden jullie. Ja, dit is gewoon alle wapens van Ratchet & Clank die je dan kan vinden in zo'n arena. Het is gewoon, je vecht met mensen. Je hebt verschillende game modes. Je hebt King of the Hill, Capture the Flag. Je hebt dat soort dingen. Je hebt gewoon deathmatch. En dan kan je gewoon je wapens kiezen en mensen veranderen in eentjes. Ja. Dit was te gek. En dit was echt de eerste ervaring die ik had met online games. Ben je competitief? Of? Heel erg. Oh, heel erg. Vooral als het niks uitmaakt. Als ik een marathon ren of zo, dan boeit het me niet. Ah, oké. Niet dat ik dat ga doen. Ik ben denk ik de laatste die ooit een marathon gaat rennen. Maar als het echt uitmaakt, dan vind ik het niet erg om te verliezen. Maar als het niet uitmaakt, als we 30 seconds spelen met kerst, dan ben ik boos, jongen. Ja? Ja. That's weird. Ja, nee. Ik wil winnen altijd, hoor. Ja, ik wil echt winnen. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, ik wil gewoon... Ik kies altijd één game. Mij is dat dan gewoon FIFA. En dan wil ik ook echt nummer 1 van de wereld worden, wat ik nooit word. Maar dat is wel echt volledig mijn doel. Dus dan ben ik elke dag, doe ik dat een uur om beter en beter. Ja, ik had dat met StarCraft wel heel erg. Ah, oké. Okay. Was ook de eerste e-sports game die ik... dit is te gek. Ja. Maar Ratchet Gladiator, ik weet niet, hij heette volgens mij in Nederland Ratchet Gladiator en in de rest van Europa iets anders. Maar dit was echt een van de eerste online, wel de Splinter Cell Pandora Tomorrow. Ja. En dit. En dat waren de twee online dingen. En dit was te gek. Volgens mij heten we Zanik niet. Dat was ons account. En dan gingen we... Mensen gingen echt weg uit lobby's als wij joinden. Want toen was dat uurtje per dag was ook gewoon blurry geworden, weet je wel. Ja. Dan zaten we gewoon de hele weekend zaten we met z'n tweeën mensen te terroriseren online. Dit is ook volgens mij helemaal niet zo'n mega grote online game. Net Jack and Dexter met die auto's en weet ik het allemaal. Dat... Ja, maar precies. Maar het is natuurlijk van, bedoel, als je het hebt over online grote games, dan denk je eerder aan een Counter-Strike of zo, of een voetbalgame. Ja, dit was echt toen de PlayStation 2 net online kon. Ja, precies. Dus dit was natuurlijk allemaal veel kleiner. En Splinter Cell Pandora. Ja. Die game had je waarschijnlijk gekocht vanwege het platform. En je kon er ook nog online mee. Ja, precies. Maar er was nooit iemand online. Want niemand had nog zo'n online ding. Ja, dan ging je in een lobby. En dan moest je gewoon 2 uur wachten tot er iemand anders bij kwam. Meestal inderdaad. Want die PlayStation moest je echt een adapter voor kopen. Voor die kabel. Ja. Later werden ze gemaakt met een adapter erin. Maar die eerste PlayStations hadden dat niet. En dan moest je echt zo'n ding loskopen. Ja, en toen hebben we dit heel veel gespeeld. Ik speelde volgens mij fel op mijn PC, maar ik snapte nooit hoe je dan in de service kwam. Ja. Je kon zo met 10 seconden had je een lobby. Oké. Dit was echt... Heel veel mensen zaten hierop. Hmm. Laatst nog een keer gecheckt, zit niemand meer op. Jammer. Nee, ik weet niet eens of die servers nog online zijn. Dit was te gek. Ja. Dan gaan we naar een game toe waarvan iedereen een vervolg wil, maar niemand heeft die game ooit gekocht. Behalve jij dan blijkbaar. Beyond Good and Evil. Ja. Dit is toch, ik vind het zo'n verhaal, man. Ik bedoel, ik heb nog eens een keer uitgezocht, maar er zijn er echt een paar 100.000 van verkocht. Echt? Ja, laten we zeggen 1 miljoen. Ja, en iedereen roept elke keer, oh, de Beyond Good and Evil 2, wanneer komt die nou? Wanneer komt die nou? Ik was de eerste E3-trailer die ik zag van Beyond Good and Evil 2, zat ik echt met traantjes in mijn ogen. Maar die nieuwe, dat is toch helemaal niks meer?
Die Beyond Good and Evil 2. Ik weet niet of het nog komt. Nee, waar dat naartoe gaat, weet ik ook niet. Maar dat was met The Last Guardian ook zo. Hebben we ook 12 jaar op gewacht of zo. Ja, en dat hadden ze beter ook niet kunnen doen, denk ik. Nee, precies. Maar goed. Die zit er ook in, Shadow of the Colossus. Maar dit was, ja... Dit was vet en ik vond het deel het leukst dat je met foto's... Je kon foto's maken van dingen en dan kon je geld mee verdienen. En je dingen mee upgraden, je hovercraften, weet ik het allemaal. Nu kan ik dan eindelijk een keer gewoon echt de vraag stellen. Want we hebben natuurlijk best wel vaak over vrouwelijke characters in games. Ja. En dat dat belangrijk is, dat dat meer gaat gebeuren. En dat onderschrijven we allemaal. Alleen hebben wij soms wel een beetje het idee dat het een beetje geforceerd nu allemaal wordt. Maar deze niet. Nee, bedoel... Nee. Eerste vraag. Als jij een game speelt, maakt het voor jou uit of... Nee, je hebt de keuze tussen man en vrouw. Je kan kiezen. Wat doe je dan? Altijd vrouw. Altijd een vrouw? Ja. Als dat er niet in zit, is dat... Ben jij... Valt me niet op. Valt me niet op. Nee. Vind jij... moet ik dat nou even goed zeggen? Bijvoorbeeld Ubisoft heb ik een beetje het handje van dat ze opeens nu dat overal doen. Omdat ze bang zijn dat ze anders in een hoek worden gedouwd. Vind jij het belangrijk dat er altijd die keuze moet zijn? Of ben jij meer van het verhaal moet gewoon goed zijn? Of het nou een man of vrouw is, maakt dan niet uit. Nou, ik denk mezelf als kind had het wel uitgemaakt dat ik met een vrouw kan spelen. Okay. Want bij dit spel vond ik het wel heel cool. Ik wou haar ook zijn. Maar zij was echt heel stoer. Ja. En niet heel seksueel of iets. Ze was gewoon echt heel stoer. Ja. Maar nu, als ik nu game, dan maakt het me weinig meer uit. Nee. Nee. Nou, maar dat is wel goed om te horen. Kijk, ik kan me daar natuurlijk als man niet in inleven van hoe belangrijk het... Want ik ben natuurlijk gewend, ik kan altijd met een man spelen. En ik speel eigenlijk gewoon... Steven is bij ons de enige die... Speel je graag met mannen? Ik speel heel erg graag met mannen, inderdaad. Ja, het liefst 11. Okay. Maar Steven is de enige die er altijd openlijk voor uitkomt. Dat hij altijd met een vrouw speelt. Ja. In een game. Hij zegt van, ik vind het, ja, hij zegt dan ook van, ik vind het leuker om naar te kijken. Dat snap ik dan ook wel. Dat maar Black Desert, of valt het mee? Het is... Vanuit een vrouw, zeker als je jong bent, is het gewoon tof als je gewoon met je... Dat klinkt ook weer zo plas, met je eigen geslacht kan spelen. Ik bedoel, ja. Ik ga gewoon geen comment. Je doelt jezelf hier in een gat, joh. Ja, je kon of met een... Je had een vrouw, een stoere chick of een dik varken. Dat was de opties. Dat was de opties. Ja, dan zou ik ook wel voor de vrouw gaan. Nou, niet voor de dik. Maar dus inderdaad, jij vindt het ook belangrijk dat in ieder geval die optie er moet zijn om voor meisjes, om gewoon een meisje te kunnen kiezen. Ja, als kind of een vrouw. Denk ik dat het wel uitmaakt. En nu kan ik zelf gewoon filteren natuurlijk dat iets hypergeseksualiseerd is, kan ik ook zien. Ja. En dan denk ik, ja, niet nodig. Maar goed, ik snap het wel. Ja. Het is heel simpel natuurlijk, omdat games ooit voor 95-96% door mannen werd. Dat was ook waarom de bootbabes er waren. Ik daar ook echt niet aan. Nee? Maar ik snap wel dat er mensen zijn die zich er ook wel aan storen. Ja. Ja. Jij wil eigenlijk toe naar een maatschappij van en-en. Dat is een beetje waar ik hoop namelijk dat dat allebei kan. Precies, maar wat is er mis met een sexy vrouw in een spel? Ja, dat vind ik moeilijk te antwoorden. Ja, ik zeg niks. Ja, nee. Maar ik kan me voorstellen dat... daarom zeg ik van, het moet en zijn. Het is natuurlijk op een gegeven moment doorgeslagen. Dat erken ik ook op een gegeven moment. Dat elke game had dan een vrouwelijke karakter. En die liep dan constant in een string rond. Terwijl die man gewoon normale kleding had. Weet ik het al, die vrouwelijke fighters, die waren heel... Ja. Heftig. Dus het was ook wel heel... En vaak kwam het trouwens ook nog eens uit. Die Aziatische hoek vond ik ook altijd zo apart. Van, hoe zou dat dan daar leven? Want als je naar de Aziatische cultuur kijkt met de hentai en de manga... Nou, jezus mina, wat daar allemaal niet in gebeurt. Dat gaat nog een stap verder. Is dat deel van de Aziatische cultuur? Dat weet ik dus niet. Dat vraag ik me dan wel af. Ja, maar dit is een vrouw in een spel die niet hyperseksueel is. Nee. Terwijl eigenlijk toen nog helemaal niet die movement er was. Of niemand zei er iets van. Nee. Dat als het wel zo was geweest, had niemand er iets van gezegd. Maar ze hebben het wel zo... Kijk, dit is gewoon... Ja, het is een tough chick. Ja, precies. En dat kan gewoon vanzelf. Heb jij dan daar ook is dat ook een reden van dat je zegt van... Maar dit zijn de pioniers. Dit zijn de gasten, ik weet niet wie het gemaakt heeft. Volgens mij Ancel, maar dat weet ik niet zeker hoor. Dus dat zou dan door een man zijn gemaakt. Zijn dit dan de gasten die gewoon de voorlopers zijn? Als eerste gewoon aandurfden, net zoals Lara Croft. Ja. Om gewoon... Want ik heb ook nooit maar afgevraagd van... Maar waarom is dit geen gast? Weet je, Lara was gewoon tough as nails, weet je wel. Maar ze had ook grote tieten. Ja, nee, zeker. Gewoon allebei. Ja, en ze zijn steeds kleiner geworden, omdat dat bedoel ik. Ja, nee, ik weet niet of het pioniers zijn. Ik weet niet of het überhaupt een bewuste keuze is. Want zij deden het niet omdat de publiek opinie is. Nee. Want het is nu wel hip om dit soort dingen te doen.
Was het voor jou een openbaring dat je ook gewoon met een meisje kon spelen daarin? Of niet? Dat blijft raar om te zeggen, maar ja, goed. Ja, super goede vraag. Ja. Nee, ik heb er totaal niet over nagedacht. Ik vond haar alleen heel erg cool en ik wou haar zijn. Oké, en dat de artstijl alles... en zo, ook het verhaal en dat soort dingen. Ja, het verhaal was heel vet. Op een gegeven moment wordt het best wel eng voor mij dan als kind. Want ik ben gewoon heel snel bang. Ja. En ik weet nog dat als ik thuis kwam, we hadden thuis een piano. Uh-huh. En mijn broertje had de soundtrack van als de... Volgens mij heten ze de Doms, die evil guys, zeg maar. Yeah. Als die dan komen, dan hebben ze een pianoriedeltje wat er gespeeld. En mijn broertje had dat pianoriedeltje geleerd op de piano. Yeah. Dat als ik thuis kwam van school, dat hij dan dat ging spelen op de piano. En dan moest ik altijd huilen. Oké. Okay. Dat ging met mij pesten, dat ik gewoon bang was voor het muziekje. Wat ligt daar nou? Een canis canis. Canis canis. Ja, je kan allemaal diertjes fotograferen en dan krijg je dan parels of dingen voor. En dan kon je weer dingen kopen en... Ja, ik vond dit echt heel vet. En het was best wel moeilijk. En je moet een beetje rondsneaken. En je moet... Ja, het was best wel heel erg goed gedaan. Ja. En het verhaal is heel tof. Nee, het is underrated eigenlijk. Ja, het is zeker. Dat bedoel ik van. Dat is met Mirror's Edge. Iedereen wil een vervolg van Mirror's Edge. En die game is echt ook een paar honderdduizend verkocht. Het wordt dan een soort van ding. Dat iedereen elkaar napapegaait. Ja. De volgende game is wel echt een hele mooie game. Shadow of the Colossus. Ja. Volgens mij van Team Ico, dacht ik, maar... Ja. Ik snap ook wel waarom je dit vet vindt. Dit was ook een van de redenen dat we een PlayStation 2 wilden. Oké. Want ik had in de krant, ik ben opgegroeid in Castricum, en dan zagen we in het suffertje zagen we een advertentie voor Shadow of the Colossus. En toen wilden we heel graag PlayStation 2. Ja. Omdat dat zag er zo vet uit. Ja. En eigenlijk, dat zeg ik, ik was vroeger best wel bang. Ik ben nog steeds best wel heel snel bang. Je moet mij niet achter een horrorspel zetten. Ja, okay. Dat is wel goede content. Dat gaan we zeker doen. Ja, ik ben helemaal voor. Maar nu weer de lul. Ik ga echt huilen. Ja. Dus op zich was ik alleen maar altijd aan paardrijden in dit spel. Ja. En dan als ik een Colossus had gevonden, dan ging de controller naar mijn broertje. Ah, oké. Okay. En die mocht dan het beest verslaan. Maar we hebben het wel uitgespeeld samen. En dit is ook heel vet. Gewoon een verhaal, eigenlijk zonder woorden. Want er zit niet echt een... Ja, er zitten heel weinig woorden in dit spel. Ja. De taal die ze spreken is ook een soort oud Engels. En soms ook gewoon een taal die niet bestaat. Romantiek. Ja, dus het is eigenlijk zonder heel veel dialogen. Ja. Is er toch een heel vet verhaal neergezet. Is zij nou dood? Ja, maar hij gaat haar revive door de zielen... van de Colossus een beetje... te oogsten of zo, zeg maar. Zoiets. Is dat ook iets wat je... ik refereer nu even gewoon naar mijn eigen vriendin... die liefst ook dit soort games speelt... waar ook wel een soort van verhaal in zit. Een beetje romantiek ook gewoon van... man redt vrouw, vrouw redt man, de wereld. Is dat ook iets wat je... het exploreren? Of hou je ook gewoon van de typische testosteron geladen... gewoon knal iedereen aan gort game? Ook. Ik heb heel veel Killing Floor gespeeld. Oké. Okay. Ja. En ik heb anderhalf jaar alleen maar Counter-Strike gestreamd. Oké. Okay. Ik vind ook dingen als Hearthstone heel vet... waar helemaal niet echt een verhaal in zit. Nee. Maar gewoon puzzeldingen. Hoeft niet per se een verhaal in te zitten voor mij. Het zou wel, het is wel een bonus. Ja. En dingen andersom ook. Als het een heel vet verhaal is... maar de gameplay spreekt me niet aan... Ja, dan speel ik het ook niet. Speel je veel met dan gewoon jouw vriendengroep... die met wie je gamet? Is dat dan 50-50 of voornamelijk vrouwelijk? Heel veel alleen. Okay, ja. Maar als ik heb dus heel lang dingen als Counter-Strike en League of Legends was wel altijd met mannen. Ja. Want dat was toen ook, ja. Nee, ik kende ook weinig chicks met wie ik en goed mee overweg kon en die game. Dat was, ja. Er was altijd al zo'n vrouwenteam, is er natuurlijk een tijd geweest in Nederland. Zo'n Counter-Strike team. Volgens mij zat Melania Meliotte, ja. Okay. Ja, volgens mij is het internationaal. Ja. Die volgens mij... Melania is ook... Fucking goed. Ja, die is heel erg goed, ja. Die is echt heel goed. Ja. Daar werden mannen altijd heel gefrustreerd van als ze helemaal... Ja, dat vind ik leuk. Want als ik in StarCraft van mensen won, dan neem ik ook altijd een hartje met GG well played. Ja, nee, je hebt geen vrouwelijke naam, als het ware. Ze kon het niet... altijd Shannonina, altijd, overal. Ja, dan zou je toch wel... En in Ratchet Gladiator had ik op een gegeven moment Evil Muffin. Oké, dat zou ook een jongen kunnen zijn. Ja. StarCraft 2. Laatst op het lijstje. Dit is echt e-sports, ja. Ja, dat was ook echt de eerste game, de eerste e-sports mainstream game die ik heb gespeeld ooit. Oké. En ik kwam daarbij via mijn eerste vriendje, die dat toen speelde. En toen wilde ik gewoon beter worden dan hij. Ik wilde hem gewoon verslaan. Nou ja, en dat is gelukt. Ja. Nou, Wings of Liberty. Hoppakee. Eén keer, hij was vet boos. En toen maakte hij het ook meteen uit. Toen was het klaar. Ja, toen was het klaar. Oké, okay, nee, dat snap ik ook wel. Ja, moet je niet hebben. Ring inleveren, alles. Nee, zeker niet in die tijd. Dat kan...
gaan we het anders doen. Ja, nee, dit was te gek. Ik heb toen op een gegeven moment ging ik er zo diep in dat ik gewoon post-it notes op mijn beeldscherm had met beelds. En ik ging toernooien kijken. Ik keek altijd heel erg veel D9. Mm-hmm. Dat was toen een van de eerste streamers. Okay. D9 TV. Yeah. Die deed dan Newbie Tuesdays, geloof ik. En dan ging hij games van mensen die niet zo goed konden spelen, ging hij bekijken en ging hij zeggen wat ze beter konden doen. Ah, okay. En ging ik elke week stuurde ik dingen in, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, dat was te gek. En de campaign is op zich niet zo heel boeiend, maar echt het hele online 1v1 gedeelte was super competitief en ook heel erg hype toen. Had je dat willen doen, e-sports, dat je echt gewoon pro? Nou, ik was er gewoon niet goed genoeg in. Nou, okay. Ik ben op een gegeven moment, was ik diamond. Heb je wel toernooi bijvoorbeeld gedaan, offline toernooi? Ja, ik heb een keer meegedaan in Enschede, toen woonde ik in Enschede. Okay. Daar heb ik gestudeerd aan het toernooi. Okay. Ik was wel de beste vrouw die meedeed. Ja. Ook de enige. Maar ik was niet laatste geworden. Dat is, maar ik was op een gegeven moment diamond 1v1. Dat is nog best okay. Met Protoss was ik. Ja. En op een gegeven moment kwam toen Heart of the Swarm uit. Dat is zeg maar het Zerg-gedeelte van dit. Deel 1 was Terran. En toen kwamen er zoveel nieuwe units en nieuwe balance. En dan moet je dat allemaal weer gaan uitzoeken en leren en nieuwe builds. En toen dacht ik, nou, hier heb ik geen zin meer in. En toen kwam League of Legends net een beetje op. Ja. Het was net in beta. En toen ben ik dat gaan doen. Want iedereen switchte, ook mijn vrienden switchten van StarCraft naar League. Mm-hmm. Maar ja, het is nog steeds wel echt heel veel liefde voor dit spel. Ja. En ik, als ik streams kijk van grote toernooien, dan vind ik het ook heel tof om nog steeds StarCraft te kijken. Oké. Okay. Volg je dan ook, kijk, het is niet de international, maar dan de LCS en dat soort dingen allemaal? De grote League of Legends toernooien? Ik ben wel een paar keer naar Worlds geweest. Oké. Okay. En mijn eerste event ooit was een League of Legends event. Dat was Paris All-Stars. En dan werd je uitgenodigd als streamer? Nee. Oh, de allereerste was 2014. Mei 2014. Oké. Okay. Dat was Paris All-Stars. Ja. En dat was heel knullig nog. En toen was de Twitch afterparty was gewoon een stelletje mensen. Die zeiden, we gaan naar diezelfde kroeg. Oké. Okay. En dan, toen ben ik daar in het rookhok. Zo ben ik gepartnerd. Oké. Okay. Ik heb een peukje gerookt met iemand die toevallig de partnership manager was. Kijk. En die zei van, hey, klinkt goed, stuur me maar even een mailtje. En, zo ging dat dan nog in toen de ging tijd. Dat zo. En partnership was toen ook gewoon niet een sub-button. Dat was alleen maar quality options. Oké. Okay. Een sub-button was apart. Ah. Zat er niet bij in. Nee. Maar StarCraft is waar de e-sports een beetje voor mij begon. En toen kwam League of Legends. Toen ben ik gaan streamen. Toen ben ik events gaan bezoeken. En toen ging het natuurlijk exponentieel groter en groter. En toen uiteindelijk Counter-Strike. En nu ben ik er weer een beetje vanaf. Ja, vind je dat... dat is nog wel een probleem in de e-sports wereld. Is dat het is echt nog heel erg male. Alle grote toernooien. En... ze zitten nu de hele tijd een beetje te denken van, ja, wat moeten we nou doen? Moeten we nou aparte vrouwenliga's gaan opstellen? Hè? Net zoals je mannenvoetbal hebt en vrouwenvoetbal en mannenvolleybal en vrouwenvolleybal. Of moet je vrouwen gewoon mee laten doen met de mannentoernooien? Want ja, in principe... Maar dat mag al. Volgens mij mogen ze al gewoon mee. Maar waarom zitten ze dan... Omdat ze gewoon niet goed genoeg zijn. En waar zit het dan al in? Waarschijnlijk jij omdat kan ze dat, niet vanaf dat ze 5 zijn al achter de computer mochten. Is dat, is dat dan toch die dat mannen zo competitief zijn dat ze ik heb wel eens verhalen gelezen en gehoord van die Koreanen die gewoon echt 16 uur per dag alleen maar League of Legends zitten. Maar die hebben die wil ook en die geeft zich daaraan over dat een vrouw misschien denkt, ja, zo belangrijk vind ik het eigenlijk ook allemaal niet. Nou, ik denk wat wel je zegt van, jij zegt zelf. Ik denk van, dat er zijn geen regels tegen dat er een vrouw zou meedoen nu in een Fnatic. Er zijn volgens mij geen regels voor. Alleen het feit dat ja, je hebt natuurlijk bepaalde vooroordelen als je auditie zou doen als vrouw. Mm-hmm. Dat is denk ik wel een groot ding. Ja. Ten tweede zou zo'n teammanager misschien ook wel dubbel nadenken voordat hij een vrouw in een team met 4 andere mannen stopt qua zou dynamics. Zeg maar. Maar ik denk dat het grootste probleem is dat vrouwen niet gemotiveerd worden om dit echt te pursuen als carrière, zeg maar. Dat als jij ergens goed in bent, dat je daar gewoon niet gemotiveerd in wordt als vrouw op dit moment qua gaming. Is dat ook je omgeving? Ik kan me ook voorstellen. Ik denk dat even kijken naar jouw leven. Want toen ik zeg maar op de middelbare school zat, toen waren games er nog helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat er een tijd is geweest dat als je als meisje
op de middelbare school, wat een hele belangrijke tijd is voor de vorming van je karakter. En je zei van, nou, ik hou van games, dan... Was niet cool. Dat was niet cool. Dat was niet cool bij de jongens, die namen niet serieus. Nee. En de meiden had zoiets van, doe even normaal, weet je wel, man, wijf, weet je wel. Ja, of je moet SingStar gaan spelen of zo. Denk jij dat dat gaat veranderen? Omdat als ik kijk naar mijn nichtjes van 8 en 9, die gamen allemaal mee. Je ziet wel dat op een gegeven moment dan de jongen toch wat meer die kant op gaat met zijn FIFA en zijn race en zijn dit. En de meisje wat meer die kant. Maar ze gamen allemaal wel. Dat omgeving ook belangrijk is. Als meerdere meiden in jouw klas het cool vinden om heel goed te worden in games, dat je het zelf eerder ook durft. Precies. En dan word je ook sneller beter. Omdat je het leuk vindt. Als je iets leuk vindt, word je er gewoon sneller goed in als kind. Dus over 10 jaar hebben wij een topvrouw. Bijvoorbeeld League of Legends. Dat is nu ook al. Je hebt al hele goede vrouwen. Je hebt ook, in als je kijkt naar de crew van zo'n toernooi. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Pansy. Die commentate hartstikke vet. Die komt heel goed mee. En bijvoorbeeld Shox in League of Legends. De Belgische. Dat is, ja, die is gewoon... Dat is de beste bijna. Top of her game, weet je wel. En dus er zijn wel vrouwen. En ze worden ook steeds meer... Je hebt ook Smix. Mm-hmm. Er zijn wel steeds meer vrouwen die wereld inkomen. Ja. Ook omdat het wat minder vijandig voelt op dit moment, mm-hmm, dan bijvoorbeeld 10 jaar terug. Ja. Want het was super intimiderend natuurlijk 10 jaar geleden. Is dat zo? Ja, ook weer zo'n vraag. Al die dingen kunnen vragen. Want als je online competitief speelt en je maakt bekend, ik ben een meisje. Ja, ik ben een vrouw. Dan krijg je een douche aan. Is het zo zielig? Ja. Jezus. Okay. Ja, ik durfde met Counter-Strike durfde ik mijn mic niet te gebruiken. Deering. Want dan zeg je 1 keer too mid of zo. Ja. En dan, oh my god, are you girl? Oh my god, oh, can you moan in the microphone for me? Jezus. Dat soort dingen. Okay, ja. En is dat voor jou, je liefde voor games is daar niet weggegaan? Alleen je had zoiets van, fuck it, dan ga ik ook me niet uiten dat ik een vrouw ben. Ik moet er wel om lachen. Of ik speel gewoon met mijn vrienden. Ja. Dat ik een full team heb van mensen die ik ken. En dan is dat superleuk. Ja. Tering. Ja. Nou, we moeten nog hoop leren met z'n allen. Dat is in ieder geval duidelijk. Het is al een heel stuk verbeterd. Ja, maar nee, dat is waar. Het is gewoon best wel intimiderend, denk ik, als vrouw om je te willen profileren als net zo goed als de rest van de scene. Ja. Nou ja, goed. Hier heb je er geen last van bij ons. Dus, nee, misschien zag ik ook wel dingen waar andere vrouwen het ook wel weer niet mee eens zijn. Nou ja, we gaan ik ben heel comments. Bang dat ik straks in de comments allemaal... sowieso over die Nintendo dingen gaat hij ja, nee, ja. Het spijt me. Maar... Ik vind jullie allemaal heel lief. Nee, mening is een mening. En daar moeten ze dan ook maar tegen kunnen. We hebben in ieder geval een eerste blik gehad in de gaming-achtergrond van Shanna. En we gaan gewoon meer van haar zien de komende tijden.